Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Zebra Gaming, zoals jullie ook mijn naam op mijn restaurant kunnen zien. En bij de vorige episode waren we gestopt bij dat ik die stagiairchef ging leren om te koken. Dat gaan we nu dus proberen te doen. Misschien even wat muziek aanzetten. Voilà. Dat is al wat gezelliger. Dan gaan we koken, hè. Dit is op zich wel een leuk spel voor Roblox. Trouwens, in mijn vorige video heb ik gezegd dat het restaurant Tycoon heet. Maar het is Restaurant Tycoon 2, het is de tweede versie. De oude versie is niet zo goed. Dus het is daarmee dat ik dacht dat ik dat even nog moest zeggen. Dat je niet de verkeerde server zou opzoeken. Dus de server heet Restaurant Tycoon 2. Volgens mij heb ik dat mijn tekstje wel juist geschreven, maar heb ik het gewoon verkeerd gezegd. Ondertussen gaan we een keer kijken hoe dat zit met... schrijf hier. Voilà. Moet ik nog één keer iets kopen. Maar ja, natuurlijk heb ik nog niks. Er was trouwens ook iets nieuw, hè. Er waren quests. Die hebben we de vorige keer bekeken. Moet Turkey Indian dishes serveren. Dan gaan we een keer naar onze kaarten. Eetmenu. Uitzetten. Terug. Bekijk. Uit. Terug. Bekijk. Uit. Terug. Ja, ik mag alleen Indisch eten of wat was het? Indian dish. Indian dish. Dus, Indian. Nog, weet wat? Ik laat gewoon alles aanstaan, zinnen. Op zich is dat toch niet zo erg. Oh, staat er aan of wat? Ha, lol. Kan je iets koken nog? Ik moet maar 5 keer iets koken voordat hij het kan zien. Dan ga ik mijn kok zelf laten koken, hè. De zuurstok zijn we nu aan het maken. Dan ga ik eens wat stoeltjes gaan bijkopen. Hè. Goed. Dus ik klik nu op bouwen. Dan ga ik naar teleporteren naar meubelwinkel. Wat gaan we hier kopen? Een koelkast. Hoeveel kost dat hier? 50. Goed, ik heb zelfs weinig geld voor een koelkast. Sad life. Wat kost dat hier? Ik kan 1 comfortabele stoel kopen. Dan kopen we dat ook. En wat muziek. Dan ga ik even comfortabele stoel aanduiden. En dan zet ik die hier. Dan collecteer ik het geld. En dan gaan we nog een stoel gaan kopen. Hè. Ja, eigenlijk is het wel een toffe game op zich, hoor. We kunnen hier veel dingen doen. En het is met upgrades, dus je moet wel echt... Je hebt het geld nodig, laat ik het zo zeggen. Voilà, comfortabele stoel. Check. Close. Collecteer ik het geld. Goed koken, hè. Chef. Ik kan nu eens een keer kijken, als het ook niet toch goed staat aan. Staat aan. Staat aan.
dat dat moet er gaan. Och ja. Dag 1. Joepie. Dag 2. Ik was hier aan het kijken. Wat staat er beneden? Japan zit aan. Ah, nee. Staat wel nog uit, inderdaad. Ik ga de haak terug aanzetten, zin hem. Falassie, hier zijn we terug. Ik moet toch een beetje extra geld verdienen, hè? Want, omdat ik nu al meer dan ben dan level 15, heb ik een gouden bord. Dus dat wil zeggen dat ze dubbel moeten betalen of zo. Van wat de normale prijs, zodat ze toch sowieso extra moeten betalen. En voilà, dat is alweer al gekookt. Even een keer naar de winkel, teleporteren naar de meubelwinkel nu. En koop wel weer al die comfortabele stoel. Tja, het heet ook een comfortabele stoel voor iets, hè. Mijn Shelly is ook goed bezig. Ik heb nu maar 12 euro. Dus ik ga hier zo beneden te bengelen. Och ja. Wat zijn die quests eigenlijk allemaal? Follow the port to Luigi's restaurant and reach level 3. Lukt het hier een beetje met het koken? Chef. Even barbecue gaan halen. Dat is leuk om te maken. Ik zeg je, deze game is echt wel realistisch. En leuk. Goed, dus we zijn nu aan het koken. Als jullie iets willen, like bijvoorbeeld ik zeg maar iets dat ik een challenge doe van. Ik zeg maar iets bijvoorbeeld. Zoveel volk in mijn restaurant of. Ik zeg maar iets, hè. Ik moet zorgen dat mijn restaurant vol staat met allemaal tafeltjes en dat ik die dan allemaal moet kunnen bezetten. Zo van die dinges. Of dat ik iedereen moet aannemen of. Bijvoorbeeld, ik kan nu straks een koelkast kopen waarschijnlijk. Als ik hier ook nummer 4 heb gezet, zijn zo van die dingetjes. Er komen sowieso ook nog GTA video's hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar voor wanneer dat ze zijn, dat weet ik echt niet. Ik moet nog zien of ik mijn GTA kan opnemen en hoe dat het dan lukt voor mijn stem onmiddellijk eronder te zetten. Want als ik mijn editprogramma dan nog niet heb. Stoel. Oh, ik zet hem zelfs nog verkeerd ook. Allee, verplaatsen. Voilà. Voilà, dat is ook al wereld aan in orde. Mogelijk dat het spel ook automatisch opslaat. En voor de rest, ja, we zien wel wat er op ons afkomt, hè. Allee, hoeveel geld krijg ik van jullie? Ah, de koelkast. Zal ik maar gaan kopen, zeker. Oh, sorry, ik ben nog maar net wakker, zijn mensen. Sorry van mijn gegeel. De koelkast. In welke kleuren ga ik die doen? Eens kijken, hè. Geel en groen? Nee, dat is lelijk.
Dit is leuk. Felle kleuren. Altijd leuk, hè. En dan gaan we de drankenkoelkast hier zetten. Valassie. En nu kan mijn restaurant eigenlijk een beetje op zijn eigen doorgaan, hè. Hoewel dat ik ook nog moet helpen zijn, hè. En wat ik zeker ga doen, anders zijn de video's ook maar saai. Zullen jullie trouwens ook nog toffe games weten? Voor Roblox of bijvoorbeeld voor op de gsm? Laat die dan zeker nog in de reacties achter. Ik probeer zeker alle reacties te lezen. Ja, dat is het vooral wat ik eigenlijk wil zeggen, hè. Ik hoop eigenlijk nog wel dat jullie deze episode leuk vinden. Allee, deze playlist van allemaal afleveringen achter elkaar, dat ik van 0 tot van slecht naar goed probeer te komen. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Mogen jullie zeker ook achterlaten in de comments, dat jullie dat leuk zouden vinden. Volwassen. Dat is ook alweer in orde. Ik denk dat ik geen volk meer ga ontvangen, dat ik mijn restaurant ga sluiten. Dat dan alweer al genoeg is geweest voor deze aflevering. Oké, mijn restaurant is op gesloten gezet. Nu gaan we terug even wat sparen. Dan gaan we nu even wachten, hè. Die zitten aan onder dessert, want die zitten te wachten op de koekjes en de mooncake. Deze zitten aan onder hoofdgerecht, hè. Verzamel de borden, voilà. De Belgische wafels, ik zal ook maar iets kopen nog een keer. Voilà. Koken, koken, koken. Voilà. De Belgische wafels. Voilà. Oké. Ik heb 70 skillpunten bij. Dag 3. En bij dag 3 eindigen we dus ook. Ik zou zeggen, ja, het volgt me nog niet weg, maar ik zou zeggen, als jullie het leuk vonden, laat zeker een like achter. Vergeet ook zeker niet te abonneren als jullie meer willen zien. Ik heb het al vaak gezegd, maar sowieso binnenkort gaan de video's beter geëdit zijn. Alleen nu edit ik ze eigenlijk niet, maar ik ga binnenkort een programma kopen. Kan ik de video's editen, zodat ze minder lang zijn of saai zijn, of dat er geen stiltes tussen zitten. Want nu is dat één kan stuk dat ik dat door... neem deze video. En dan zou ik zeggen, veel plezier met de volgende video's die ik nog ga uploaden. Dit is denk ik mijn vierde video die ik nog ga uploaden. Voor van de zomer heb ik nog altijd niet kunnen zien hoe dat ik dat ga regelen, maar ik denk dat ik gewoon veel video's ga maken op Fortnite en dan datum ga instellen. Ga ik nog eens zien. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer, hè. Dag! Oh ja, en voordat ik nog eens vergeet, nog even een kleine herhaling. Vergeet zeker niet op dat like-knopje te drukken. Dankjewel!